Goed, goedenavond. Gelezen op internet op uw website dat u zelf hoopt op tv te komen met het Nieuw Republikeins Genootschap op 30 april. Ja. Is er al meer bekend over hoe u dat gaat doen? We hebben 14 dagen geleden een persconferentie gehad. Dat waren vier cameraploegen van vier tv-journaals. Dat komt wel voor elkaar. Dat is één. Twee, we hebben in ons ledenbestand een aantal mensen die hele nauwe relaties hebben. Bijvoorbeeld met de NOS, waar we afspraken mee kunnen maken met betrekking tot hoe doen we dat. Maar heeft de NOS wel tijd voor u die dag? Want ze hebben een marathonuitzending die dag van 8 uur 's morgens tot geloof ik 11 uur 's avonds. Ja. Bol van activiteiten. Ja, dat klopt. En daar zitten wij dus ook in. Oké. En heeft u wel een toezegging over gekregen? Ja. En in wat voor toezegging is dat? Een interview, een reportage? Daar kan ik dus niet op ingaan, want dat is toch... dan bestaat de kans dat de journalisten van de NOS worden afgestraft. Want zij zijn... neutraal. En wat wij dus niet willen is dat op een gegeven moment de NOS-leiding op het laatste moment een signaal krijgt van de RVD van kappen met die hap. Die kans bestaat. Dat zullen ze niet makkelijk toegeven bij de NOS, maar dat kan wel gebeuren. Mark Rutte, die was vroeger als voorzitter van de jongerenvereniging van de VVD. Was hij republikein? Uitgesproken republikein. Ja. Nu is hij dat niet. Hij is zelfs eigenlijk vertegenwoordiger van het Koninklijk Huis. Heeft u hem daar eigenlijk ooit op aangesproken? Die zit in een partij die ongeveer 50-50 op dit punt verdeeld is. En dus stelt hij zich neutraal op. Maar hij stelt ook niet de discussie open van... we moeten eens over de toekomst van de monarchie gaan praten. Dat had hij ook kunnen doen. Ja, dat doet op dit moment zijn coalitiegenoot Samson. Ja, maar Mark Rutte dus nog steeds niet. Nee, maar Mark Rutte is degene die zich gebonden heeft aan de gesprekken op maandagmorgen... en alles wat er omheen hangt. Ja, maar dan heeft hij toch wel steeds de vrijheid om te zeggen... goh, jongens, we moeten eens gaan praten over hoe we dit in de toekomst gaan aanpakken. Ja, dan moet je politieke moed voor hebben, die heeft hij niet. Oké. Hij heeft geen ruggengraat. Nee, dat kun je wel zien aan zijn politiek gemanoeuvreerde afgelopen jaren. Zo zie je hoe dat politiek werkt. En de ene dag hoor je ja, de andere dag hoor je nee. Dus je moet toch je eigen koers varen en daar je publiciteit op afstemmen. Uiteindelijk heeft u ze wel nodig om uw doel te bereiken. Jawel, maar dat heeft ook te maken met het feit dat de politieke druk zodanig groot moet worden dat ze er niet meer onderuit kunnen. Hoe lang denkt u dat het nog gaat duren? Ik denk dat Willem-Alexander de laatste is die er zal zijn. Gaat hij zijn ambtstermijn van 30 jaar nog uitzitten of is dat een kwestie van 15 jaar, misschien korter? Ja, nou kijk, de escapades die hij al heeft laten zien getuigen niet echt van intelligentie, laat ik het maar zo formuleren. Maar zijn laatste escapade was van meer dan 10 jaar geleden. Ja, dat klopt wel, maar hij wordt natuurlijk wel een beetje uit de wind gehouden. Maar als je die jongens in gang laat gaan, dan gebeuren er weer ongelukken. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. En maar kan hij zijn gang gaan? Want ik ben de enige niet... Nou ja, kijk, hij zal proberen de ruimte te zoeken die hij kan krijgen. En dat geldt dus ook voor Beatrix. Ze heeft ook de ruimte opgezocht. Brievenbus, firma's, Paleis Noordeinde, richting... Maar de briefbusfirma's waren van de zuster, toch? Niet van haarzelf. Ja, maar de postadres was Paleis Noordeinde. Ja, dan denk ik van ja, dat kun je niet uit elkaar houden. Dat kun je niet zeggen van, dit is mijn zus, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Dat is wel mijn huisadres of mijn werkadres. Nou, dat is nog een ander punt. Ik heb niks tegen die Oranjes als zodanig. En ik begrijp ook wel dat ze de macht van de mogelijkheden opzoeken. Maar ja, daar zitten grenzen aan. En wat je dan dus ziet, is dat niet de politiek dat aan de kaak stelt, maar de pers. En dan loopt vervolgens de politiek daar dus toch wel een beetje achteraan. En dan komt er een kamerdebat over allerlei zaken. Maar die grenzen opzoeken, dat is toch niet die nuke aan een staatshoofd, aan een vorstin of een vorst? Dat kan een president toch ook doen, die grenzen opzoeken? Ja, dat is in beperkte mate, want hij wordt 1 keer in de 6 jaar afgerekend. En ongekozen staatshoofden die blijven zitten. Die zijn onaantastbaar. Xander Rinooy-Kaan, wil in gedachten om de nieuwe president van Nederland te worden... Dat was een voorbeeld. Ja, een voorbeeld. Er zijn capabele mensen in Nederland die dat kunnen. Maar zo capabel is hij niet, want afgelopen weekend is hij genoemd in een belastingparadijs. Dat hij daar een grote betrokkenheid in heeft met ING. Ja, dat zou kunnen. Dan, als jullie dat boven water toveren, dan wordt hij dus geen president van Nederland. Ja, maar zo heeft iedereen toch wel wat. Zo heeft een vorstin dan toch ook wel wat, of een vorst. Maar dat is dan toch meer controleerbaar, omdat wij die al vanaf de geboorte kennen. Ze heeft al een heleboel geheimen. Ik bedoel... Wat haar vermogen waard is, dat weten we niet. Een van de dingen die wij gelanceerd hebben voor 30 april... is een burgerinitiatief waarin we de Kamerleden oproepen... een debat te gaan voeren
om het salaris van de vorst terug te brengen tot de balken en de norm. Want de ministers, de leden van de regering, die zijn zich gebonden aan de balken en de norm. Willem-Alexander is lid van de regering, dus... Nou, benieuwd wat daar op gebeurt. In ieder geval heb je een discussie over een ander element van uitzondering. Belasting betalen. Samson zei van de week, vorige week, mijn zaterdag. Ja, je moet wel belasting gaan betalen. Dat wordt langzamerhand wel eens tijd. Maar hij zei er onmiddellijk bij van, dat betekent wel dat het salaris omhoog moet. Hè, want het moet wel netto hetzelfde blijven. Nou, als hij dat nou regelt, dan proberen wij te regelen dat het de balken nog om wordt. Dan slaan we twee vliegen naar één klap. Al heeft u eigenlijk ooit al een keer een lintje aangeboden? Nee. Sterker nog, ik ben politiek actief geweest, maar ik heb geen functie van burgemeester geambieerd. Omdat hij een bepaalde relatie heeft tot de koningin die ik niet wens. Maar u hoeft toch niet per se burgemeester te zijn om een lintje te krijgen? Nee, maar een lintje krijgen van een instituut wat ik niet rechtvaardig acht, nee. is buiten de orde. Nee, maar het is nooit aan de sprake geweest, een lintje? Nee, mijn omgeving weet absoluut dat ze mij niet moeten voordragen voor een lintje. Ja, misschien dat één iemand het niet wist. Oké, dank u wel. Oké, succes.